Middeleeuwen qua internet hier in Den Haag volgens mij. Wat doet u aan in naam en wat ja, lang verhaal, maar heel veel slashes. Componist, sounddesigner ben ik. Ik heb ook een weblog met een heel veel andere hofstaan in Den Haag. Haagse weblog, ja. Bestaat ook al heel lang. Ik heb een Flickr-groep gestart met Haagse fotograaf, Haagse bakkie. We organiseren een open koffie elke woensdag. Daar komen we net vandaan. Er zijn behoorlijk veel communities en ik werk veel voor de publieke omroep, VPRO. Nou, ik heb heel veel in media te maken. En ik heb een hele grote mening. Ja. Maar goed, dat wordt ook wel opgepikt. Vorige week had ik een leuk item met Baldassini, die een of andere belachelijke uitspraak maakte. Oh ja. Ik stond er met mijn microfoon bij. Er staat dan ook een jongetje bij van Radio West. Doet dat een beetje denigrerend, maar die heeft dat item niet gesnapt of zo. Maar goed, Baldassini zei echt over de volharding. Het schijnt een of ander bekend monumentaal pand te zijn. Wat hem betreft kon het gewoon gelijk weg. En was het IJspaleis vele malen beter. En Richard Meijer, die hier in Nederland al jaren nooit meer te vinden is, is natuurlijk God op aarde. Ik wijd een beetje uit, maar dat pakken we wel aan bij Hofstijl. En dan halen we inderdaad de scoop. Dan halen we ook het AD die dat weer pikt. En gaat via Twitter. Dus ik merk wel heel erg, dat is ook denk ik wel mijn vak.